Vandaag Stagecoach Sessions te gast in de studio van Stefan Kruger, onder andere drummer van de Dr. Jordan Institute. We hebben verleden week een aantal nummers van de Dr. Jordan Institute opgenomen in Studio Groenland in Hilversum. En vandaag praten we met Stefan en Mark over deze uitzonderlijke band. We bespreken de verschillen tussen de aanpak van live optredens en de cd-opnames. En de rol van Stefan als producent, vaak samen met ook aanwezig gitarist Mark Tuinstra. Maar we willen het eerst even hebben over jouw doopceel. Toen ik dat lichtte vanaf internet zag ik een enorme hoop bands waar je in hebt gespeeld. En waarvan je van sommigen zelfs co-founder bent. Je bent dus al een poosje bezig. Maar hoe is het allemaal begonnen? Want je bent begonnen op het conservatorium. Maar daarvoor, hoe ben je geïnteresseerd geraakt in de muziek? Ik kom uit een muzikale familie. Dat wil zeggen dat of ze speelden muziek of ze gingen. Ze waren muziekliefhebber. Dus ik heb heel veel concerten gezien toen ik jong was. Van blues, alle bluessterren tot en met de salsa, Latin sterren tot en met alle jazzsterren. Veel popmuziek ook. En toen ik 9 was, zag ik Art Blakey in Jazz Messengers in Oosterpoort in Groningen. Jazzfest in Groningen. En toen was ik verkocht. Toen wou ik drummer worden. Dat was mijn plan. En dus ook logische keuze voor het conservatorium? Om daarna het conservatorium te gaan doen? Ja, ik speelde in bandjes en ik was gewoon al het optreden vanaf mijn 12e, 13e. En toen ik 17, 18 was, toen dacht ik, nou nu ga ik serieus worden voor het conservatorium. 19 was, ben ik aangenomen in Den Haag en toen 2 jaar daarna ook in Rotterdam erbij. Dus ik heb jazz gestudeerd in Den Haag en in Rotterdam heb ik wereldmuziek gestudeerd. Ja. En in die tijd dus ook kreeg je al door van nou, ik wil dit voor mijn vak gaan doen. Ja, het was al de keuze. Toen ik 16 was, heb ik die keuze gemaakt. Ja. Dan speel je in bandjes, je verdient misschien een paar gulden in de tijd erbij. Dus je denkt van nou, volgens mij is dit wel een manier om aan mijn geld te komen. En dan praat je over ergens in de jaren 80? Ja, ik ben begonnen in 86. 85, 86, zo rond die tijd. Ja. En toen ben ik 26 was ik klaar met de conservatorium. Ja, en toen, dat was 1992, ben ik afgestudeerd. Overal. En toen ben ik naar New York gegaan, heb ik daar gestudeerd. Oké. Toen naar Cuba gegaan, heb ik daar nog een tijd gestudeerd, een paar maanden. En toen was ik weer terug. Ja, maar in de tussentijd zag ik, want de band SFAQ, of hoe je dat dan ook uitspreekt, die bestond toen al. Want SWEC is uit 1989, SWEC. San Francisco Earthquake, 1989. Het begon als een soort bandje op school en was al vrij succesvol. Het eerste jazzbandje met een DJ, live scratching DJ. Ik ben ook afgestudeerd met live techno DJ of scratching DJ op mijn eindexamen en tap dancing. Wij waren al vrij snel betrokken bij dat bandje met alle elektronica en leuke dingen proberen. Het was gewoon een heel experimenteel bandje. Daar zijn we ook mee naar Amerika geweest, tijd in Amerika gewoond. Waar we heel veel gespeeld hebben. En toen zijn we daarna wereldtour geweest en overal gespeeld. En, Je bent ook met de band naar Amerika gegaan? Ja. Dus het zal wel een hele onderneming geweest zijn om dat te regelen qua green cards en of aanverwante. Ja. Maar wel gelukt. Ja, hartstikke leuk. En dus nadat je daar bent of van bent teruggekeerd, kom je in Nederland weer terug? Ja, toen was het, ik speelde natuurlijk heel veel jazz. En het interessante van deze, toen die tijd was dat de hele elektronische muziek een opkomst was. Dus je had tussen 1988 en 1994 is en hip-hop en trip-hop en de hele dance, de techno-industrie ontstaan. Dat was natuurlijk een fantastische tijd. Dus Amsterdam was natuurlijk heel, drum and bass, niet vergeten. Amsterdam was natuurlijk heel leuk omdat je over van die illegale feesten had waar al die muziek gedraaid werd. En wij probeerden dat dan in onze scene weer te kopiëren wat ze elektronisch deden. Dus wij waren eigenlijk de eerste generatie die een computer na gingen doen. Maar dat betekent dus dat je zat eigenlijk in de jazz scene zou je kunnen zeggen, die toch wat, conservatief was. Nou, verschilt. Ja, maar verschilt. Daar kreeg je dus wel dan die, of je kreeg wel ruimte om die invloeden erin te stoppen. Nou ja, dat doe je gewoon. We kregen niet zoveel ruimte vanuit de establishment. Maar het is altijd zo. Ja. Dus je doet altijd iets nieuws. En de establishment vindt het maar raar. En dan, dan maak je toch je eigen plan. Dus het was met de New Cool Collective. Hadden we onze eigen club en deden onze eigen dingen daar. En dat was gewoon onze eigen toko eigenlijk. Waar we alles konden experimenteren. Ja, want er zit dan ook een scene omheen. Een hoop mensen die lopen te experimenteren. Anto Goudsmit, dat soort. Ja, New Cool Collective. Ja. Rond de New Cool Collective, waar Zoeko uitgekomen is. En Zoeko 103. En
ja, we gewoon de jaren 90 zien, die eigenlijk de cross had van jazzmuzikanten die alleen maar niet voor oude grijze mannen wouden spelen, maar liever voor jonge chickies die aan het dansen waren. Ja, lijkt me logisch. Ja, we speelden in Paradiso natuurlijk veel en dat soort plekken en voor dansend publiek. En dat was natuurlijk wel wat wij graag wilden. Want dat was de insteek, swingende muziek. Het moet dansbaar zijn. Nou, alles moet swingend zijn, dat sowieso. Ja. Maar en dansbaar, ja en nee, dansbaar is ook relatief natuurlijk. Hè. Je kan techno dansen, dus jazz kan ook dansbaar zijn. Dus. Ja. Maar het moest wel een groove hebben, ja. 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 En daar zitten natuurlijk allerlei verschillende soorten invloeden in. New Cool Collective, natuurlijk van alles. Ja. Maar ook veel Latijns-Amerikaanse grooves die erbij kwamen. Daar had je natuurlijk je ervaring van op Cuba geweest zijn en dat gestudeerd hebben wereldmuziek. Dus dat komt daar dan bij. En je zegt, Zuko 103 is daaruit ontstaan. Ja, omdat we voor New Cool hadden we een liedje. Voor Swag en New Cool maakten dan wel met Lil liedjes. En toen hebben we vijf liedjes gebundeld tot een EP. En die is eigenlijk ontdekt. Wereldwijd, waar we binnen een maand recensies in de New York Times hadden, bij wijze van spreken. Dus we zijn ook ontdekt in Amerika, dus dan gaat het snel en dan ben je heel snel ben je overal in de hele wereld. Ja. En dan behoor je tot een scene en dan blijkt dat je iets gemaakt hebt wat onderdeel is van een tijdsframe, zeg maar, waar je iets heel hips doet. En dat heette toen Brasilectro, dat hadden we zelf bedacht als eenzelfde term, want we hadden ook onze eigen controle over onze hele manier van hoe we ons wouden uiten. Dus we gaven overal namen aan. Zo, Swag was geen fusion, maar tension. En Zuko was Brasilectro. En, dus dat kreeg een rol. En dat werd snel door de pers opgepikt. Eigenlijk hoogst uitzonderlijk voor een Nederlandse band om op die manier aan branding te doen. Hè? Want dat is iets wat eigenlijk standaard heel veel in Amerika gebeurt. Met bedrijven, maar ook met bands. Je zit het ergens in neer, je pakt er een naam op en dan wordt het iets. Ja, want we deden alleen maar dat soort dingen. We hadden onze eigen interviews, hielden we zelf. Zodat we die interviews bijvoorbeeld uitschreven en dan werd dat een persbericht. En dan werd het wereldwijd, over de hele wereld schreven ze die interviews naar die we zelf gemaakt hadden. En nu doe je dat allemaal natuurlijk. Of je maakt je eigen foto's, of je maakt je eigen radiostation. Of je maakt alles zelf doen. Alles van je originaliteit en je eigen effort om erin te stoppen. Dus alle mechanieken uit de reclames pakken en dan gewoon loslaten op jazzmuziek. Ja, nou, nogmaals hoogst uitzonderlijk, want werken jullie destijds ook met publicisten of met managers of promoters, dat soort zaken? Dat zetten we zelf op. We zetten ons eigen label op en ons eigen management en dat brachten we bij elkaar, zodat we zelf de controle hadden. Maar dat kwam ook weer uit de punk een beetje, uit de punkbeweging en eigen platen uitgeven en eigen zorgen dat je je recht altijd in eigen hand behoudt. Op wat voor manier ook, maar altijd dat je nooit iets weggeeft. En dat je altijd een beetje. En het gaat eigenlijk om dat je weet hoe de industrie in elkaar zit. Als je dat weet, kan je daarin je beslissing maken. Dat is eigenlijk de topic van. Wij wisten. Wij kregen ook les van andere mensen die wij heel tof vonden. Kregen wij les in hoe de industrie in elkaar zat. Wat we nooit op school geleerd hadden. Daar heb ik heel veel van geleerd. Ja. Want dat is echt je zou kunnen zeggen, een soort scheiding geweest van datgene wat er dan in de jaren 90 nog een klein beetje plaatsvond in de zin van dat artiesten of bands werden ontdekt. En dan werd er met een label gezwaard, teken maar. En je krijgt hier een bak met geld en vervolgens maak je er een plaat van. En dan zorgen wij verder voor je. Tot dat artiesten, soms noodgedwongen, het heeft in eigen handen nemen. Ja, wij deden beide. Met Zoeken zijn we natuurlijk ontdekt en kregen we een beetje geld. Maar doordat het niet zoveel geld was, hebben we nooit onze muziek hoeven wegtekenen bijvoorbeeld. En dat wilden we ook niet. En ik weet nog heel goed dat als je een beetje voorzienend bent en een beetje denkt hoe de wereld eruit kan gaan zien, hadden wij gewoon in ons contract altijd het kleine zinnetje in het geval van enige verandering op digitaal format, gebied op format zeg maar, dat het verandert, is al het contract is weer heronderhandelbaar. Dus ik had al voorzien, want Napster kwam net op en ik zag al de hele digitalisering. Dus wij hebben eigenlijk al onze hele catalogus hebben we teruggekregen van Zoeken. Terwijl het wel eigenlijk door een labels wereldwijd allemaal verspreid is. Ja. En je hebt natuurlijk wel labels nodig. En in elke territorium had toen, en dat is eigenlijk nog steeds zo, die kent het land heel goed of het territorium heel goed. Dat heb je nog steeds nodig om ter plekke op de grond mensen te hebben die jouw muziek verkopen. Ja. En dat was inderdaad, dus als het ware heb je dat goed voorzien van hey, dit zou kunnen gaan gebeuren. Napster, later Spotify en aanverwante diensten. Ja. Nu, dat is een
continue beweging. Want dat is iets wat eigenlijk op dit moment nog steeds plaatsvindt. Met of het nou iTunes is of wat dan ook. Er zijn allerlei nieuwe formats die er staan te gebeuren. De band draait nog steeds. Merken jullie dat jullie dit nog steeds op die manier aanpakken? Met Zuko bedoel je? Ja. Ja, met Zuko is het eigenlijk zo dat wij kwamen... Ik kwam eigenlijk tot de ontdekking. Wij kwamen tot de ontdekking dat... Je hebt een backcatalogus. En vroeger was het zo dat je backcatalogus verdween een beetje. En dan ging het om je nieuwe album. Die werd dan gepromoot. Maar nu komen we erachter dat als je een single release... dat eigenlijk de backcatalogus, omdat die altijd op algoritmisch op nummer 1 staat... meer views krijgt dan je nieuwe liedje. Ja. Dus je wordt weer, dus je komt met je oude liedje... kom je weer op allemaal lijsten terecht. Dus dat is een totale andere manier van denken. Dus je moet eigenlijk altijd wel aan het begin een soort een hit... proberen te krijgen. Zodat je in ieder geval gezien wordt. Want die blijft altijd het ankerpunt. De mensen die draaien niet een nieuw liedje van de Stones... maar altijd nog I Can Get No Satisfaction. En dat zijn tijdloze dingen. En dat merk je hoe die hele industrie eigenlijk omgedraaid is. Dus je kan promotie maken... maar je promotie is eigenlijk ook weer voor je backcatalogus. Ja. Maar dat, ja, dus dat houdt inderdaad in... dat je misschien wat voorzichtiger moet zijn... bij... de eerste release van een plaat. Dat je moet nadenken over hoe ziet die band eruit. Ja. Maar ook in bandleden. Want dat gebeurt natuurlijk van alles met in bands. Ja. Mensen vertrekken. Maar ook met rechten en dergelijke. Dat je dat soort dingen goed vasthoudt. Ja, je moet heel goed zien. Je moet gewoon weten hoe de wet in elkaar zit. Wat je rechten zijn. Wat je plichten zijn. En wat een contract is. Maar dat is gewoon nu. Dat kan je overal vinden. Maar wat is de... Wat is de meerwaarde van als mensen instappen in jouw product? Wat is dat dan? Zowel muzikaal als zakelijk. Wat levert dat op? Nou, en ook kunnen nadenken over wat heeft die ander eraan? Ja, wat heeft die ander eraan? Tuurlijk, je moet wel iets weggeven. Wat doet hij ervoor? Of wat doet iemand in de band voor jou? Wat doet iemand ervoor? Ja, als dat goed functioneert, is het te gek. Als je rechten verkocht worden, je gaat naar een syncbedrijf. Zo met zoeken hadden we heel veel syncs en al die series. Nou, iemand die daar ter plekke die syncs doet, ja, dat is te gek, want dan verdien je een hoop geld. Nou, die krijgt misschien 30%, maar ja, anders heb je niks. Dus van elke euro verdien jij 70 cent. Ja. En zij verdient 30%. Nou, ja, goede deal. Ja. Dus dan kan je gaan soebatten over die 30%. Maar je kan ook zeggen, nou ja, doe dat goed, dan komt weer een nieuwe film, nieuwe reclame. Nou, poeh. Dat is een idee, ja. Betekent dat ook dat jij... elke van de leden heeft natuurlijk een rol in de band. Ben jij degene die... dat zakelijke gedeelte doet? Of is dat voor seconde 3 dan? Is dat gewoon, zou je dat kunnen zeggen, jouw talent? Nou, we hebben management sowieso. En mijn talent is wel voorzienigheid, ja. Dat kan ik goed zien, inzien, denk ik wel, wat er gaat gebeuren. Ja. Meestal wel. Meestal heb ik gelijk daarin. Soms ook niet natuurlijk, maar... ja, dat gaat heel breed. Het heeft gewoon te maken of je jezelf goed informeert. Ik bedoel, als jij... kijk naar de beurs, of je kijkt naar de verkiezingen in Amerika, of je kijkt naar de geopolitieke verhoudingen in de wereld, kan je ongeveer wel voorspellen waar het heen gaat. Waar we een beetje heen gaan met z'n allen. Daar heb ik nu ook wel ideeën over waar ik denk waar we heen gaan. Kijk, ik ben nu 55, dus voor mij is het een andere, zijn de keuzes al gemaakt. Maar voor de jongere generatie die ik spreek en die ik ook lesgeef, soms zeg ik, nou, wat zijn dan de keuzes die je maakt als dit... nu, deze pandemie, waar we dan nu in zitten op dit moment. Het is wel interessant om erover na te denken. En of het je ook kansen geeft? Kansen zijn er altijd. Kijk, ik ben een kind van de jaren 80. En de jaren 80 was neutronenbommen en Russen in de keuken en ene grote ellende. En iedereen was aan de heroïne. 25% van de jongeren was werkeloos. Een grote modderpoel, kraakpanden, alles erbij. Alles, dat was ook no future. Dat was de teneur. Vrienden die overleden aan de heroïne. En weet ik veel wat er allemaal gebeurde. Al dat soort shit. Nou ja, kijk. Hoe uit de jaren 90 en die jaren 2000. Hoe bloeiend alles geweest is. Nou. Dus dat is nu hetzelfde. Kijk, het gaat op een gegeven moment over. Het gaat anders worden. Kijk, er zijn wel grote vraagstukken. Zoals milieu en zo. En de opkomst van fascistoïde gedachtegoed en zo. En dat soort dingen. Dat is natuurlijk wel. Als in die tijd waren dat de Russen. En we hadden het... vandaag even over, ik geloof dat je kids van de invloeden, dingen waar zij naar luisteren. Merk jij ook dat je beïnvloed wordt door datgene wat er uit de jongere generatie komt? En dat het je ook aan het denken zet over wat het voor jou betekent en voor jouw bands? Ja, ik heb geleerd om
receptief te zijn en te ontvangen van mensen met wie je speelt, van wat vind jij ervan? Of mensen die je les geeft, dat je zelf analyse kan plegen. Ik geef les op conservatorium. En aan het eind van het jaar vragen we altijd aan degene die afstudeert, wat vind jij dat goed was en wat slecht was en wat kan verbeterd worden? Nou, dat vraag ik ook aan alle mensen. Als je met jonge mensen werkt, die hebben een andere keuze en andere visie dan dat ik heb. Dus daar kan je heel veel van leren. Ik heb kennis natuurlijk, hè, dat neem je mee, want je wordt ouder. Maar het is ook heel tof om van jonge mensen te zeggen, nou ja, dit vind ik tof om die en die reden, of dat om dat. En dat kan natuurlijk heel breed zijn. Dat kan van muziek zijn, tot politiek, tot milieu, tot elke discussie. Dus minder dan wat je zou verwachten, is die verhouding meester-leerling op het conservatorium van toepassing? Dat is wat meer in balans, zeg je? Het is meer coach, hè? Ja. Je bent wel meester, hoor. Want je moet wel voldoen aan... Je moet aan op zo'n conservatorium, bij ons is dat tenminste, is een curriculum die is heel streng. Elk jaar moet je dit en dit halen. Hè, dat is gewoon, je moet dat kunnen spelen en dat kunnen spelen en dat kunnen spelen. En als jij dat niet kan, dan zak je. Nou, daarnaast heb je gewoon, moet je iedereen zijn vrijheid gunnen van wat hij wil en wat ieder persoon is anders. Dus als iemand klaar is met school en die wordt filmregisseur of die wordt techno-dj, dan heb je een dj, heb je met zegen. Of je wordt jazzdrummer, heb je ook met zegen. Alles is heel breed. Het gaat om het individu. Wat iedereen is apart. En dan creëer je een wereld waar iedereen veel individueler is. En niet iedereen op elkaar lijkt. Maar het is dan wel ook zo dat jij, gezien jouw ervaring, dan ook wel met die studenten praat over de zakelijke kant van het verhaal. En ze attendeert op van, hey, let hierop, let daarop. Ik doe dat. Ik vind persoonlijk dat de conservatoria in Nederland, vooral de jazzconservatoria, veel te weinig aandacht aan besteden. Van wie ben je, wat doe je en wat ga je ermee doen? En de wet uitleggen, de simpele wet uitleggen. Als ik het snap, dan snapt iedereen het. Ik ben ook niet zo slim. Dus het is heel makkelijk om te snappen. Het is alleen, het moet gegeven worden. Als je dat snapt al van het eerste jaar en weet dat je met eigen muziek je geld kan verdienen, ga jij geen covers spelen. Ga jij zorgen dat je eigen muziek maakt. Want dat zie je nu ook. Wie zijn de muzikanten of de muzici die nu overleven? Dat zijn de indirecte muzici. Dit zijn de muzici die oftewel eigen tracks kunnen bouwen of kunnen verkopen. Of dat zijn diegenen die nu overleven. Daar gaan we veel meer heen. Nou, dat was wel een voorspelling die nu uitkomt. Ik wist niet dat ze snel zou gaan natuurlijk. Ja. Iedereen kan een computer kopen, dus iedereen gaat veel meer op zijn zolderkamer indirecte kunst maken. Hè? Wat ik jammer vind, want de directe kunst is natuurlijk fantastisch als je gewoon live speelt en je krijgt een interactie van het publiek. Maar het is nu natuurlijk veel minder. Zelfs alle video's die nu verschijnen, is allemaal indirect. Ja. Het staat voor een lege zaal te spelen. Maar dat is natuurlijk ook al van voor de corona eigenlijk aan de hand. Dat de hoeveelheid speelplekken enorm naar beneden is gegaan. Precies. En de hoeveelheid muzikanten die er zijn. En dat is. Niet de reisbeperkingen werden meer, maar je zag toch ook weer een soort nationale terugtrekking aan de hand de laatste 5-6 jaar of zo. Vond ik. En degene die grensoverschrijdend is, zijn vaak de jongens die uit de dance en die dus thuis zitten indirect muziek te maken. Want voor bands is het eigenlijk altijd lastig geweest. We hebben natuurlijk in Europa een behoorlijk versplinterde markt. Ja. Het is lastig om die landsgrenzen over te komen. Ja. Wat je zegt bij Zuko, is dat eigenlijk al vrij snel gebeurd. Omdat er in specifieke landen je opgepikt werd. Ja. En hoe werkt het dan vanaf dat moment? Is het, ze bellen je, je hebt een promotor en dan doe je een tour? Ja. Je gaat een hele tour, je zegt wat hoeveel geld erin gaat en je gaat een hele tour doen. Je komt over alle belangrijke plekken. Er zijn sommige plekken die zijn heel belangrijk qua festivals. En daar sta je dan. En daar word je dan geboekt. En dan moet je zorgen dat jij het live ook waarmaakt natuurlijk. Dus dan komt jouw directe manier tevoorschijn. Dus dan moeten de mensen zeggen die er geweest zijn, wauw, dat was zo leuk of zo te gek. Dus dan ga je over de hele wereld, ja. Ja, want en dat is ook iets wat we bij de Dr. Jordan Institute zien. En wat we... Waar we zo meteen over zullen hebben, over die directe manier van muziek maken en de indirecte manier, de meer productiekant. Hoe is dat bij Zuko gegaan? Want je bent eigenlijk een vrij jonge band, die wordt snel opgepikt. Dan moet je ook wel een live act hebben of je moet hem creëren. Ja, die hadden we nog niet. We hadden ook maar 4-5 stukjes. Toen zijn we stukjes gaan schrijven, ook zelf gaan produceren allemaal. Dat deden we allemaal zelf. Met de leerschool, je stoot jezelf in de steen. Dus we moesten ook een band hebben.
Toen zijn we gewoon ongerepeteerd zijn we gewoon het podium opgegaan. En dat kon, omdat we vroeger als een club, dat heette Meander, daar speelden we gewoon elke dinsdag. En we zeiden, boven de 1500 euro gulden mogen ze ons boeken. En daaronder niet. Blijven we gewoon in Amsterdam spelen. Want anders gaan we niet voor 600 euro of 600 gulden naar weet ik veel waar. Dus dat bleven we ook. En dan maar iedere week spelen, wordt je bandje beter. En ondertussen barstte dat. Want wij gingen dan wel promo doen met z'n drieën. En dan hoefden we een beetje te trommelen en zo. Dan deden we zo'n promo rondje en persconferenties, et cetera. Ja. En de tour komt er altijd achteraan natuurlijk. Je hebt eerst je album en je promo en dan komt je tour. Nou, daarna gingen we gewoon op tour en dan hadden we gewoon de band klaar. Ja. En we hebben nooit gerepeteerd. Alleen maar gespeeld. Nou ja, als het werkt, dan werkt het. Hey, en dan, ik zag nog een aantal andere activiteiten die je hebt gehad. Ook als originator. Krupa and the Jeans. Ja, Krupa is een hobbyproject van... acht of zeven jazzmuzikanten, twee drummers, Joost Patokka en ik. En we hebben samen gestudeerd, we kennen elkaar heel lang. En wij hebben gewoon een soort, soort all-star, Nederlandse all-star band opgericht. Maar dan alles dubbel. Daar waren we ook twee gitaristen en twee saxofonisten en dan in ieder geval één bassist. Ja. Het is gewoon een bandje wat af en toe gewoon om de vier jaar iets uitbrengt en dan een toertje doet van tien optredens. En dan gaat hij dan weer zijn weegs. Ja. Want dat zie ik bij veel van de muzikanten waarmee ik spreek. Jij hebt dan een aantal doorlopende projecten, maar ik zie bij heel veel muzikanten dat ze tamelijk gefragmenteerd werken, verschillende bands. Omdat dat blijkbaar de enige manier is waarop ze aan genoeg optredens kunnen komen. Ja, kijk, optredens is allemaal zo relatief. Het lijkt wel dat is allemaal zo. Het is zo moeilijk of zo. Optredens, wow. Het is echt, ik denk dat het merendeel nu niet meer van optredens leeft of zo. Ja. En ik vraag me af in hoeverre het terug gaat komen. Wat er terug gaat komen. Over 2 jaar, binnen 2 jaar. Ik weet het niet. Ik vind het heel leuk om verschillende bands te hebben. Zoeko deed ik 10 jaar. En hebben we alleen Zoeko gedaan. Daar werd ik op een gegeven moment gek van. Want er zijn er ook... begonnen als jazzmuzikanten. Wij zijn jazzmuzikanten. Dus we deden wel gigjes, kleine gigjes met andere mensen, maar we misten dat wel. Dus we zijn gewoon zelf ons weegs weer gegaan om alle leuke dingen te doen. Maar het is niet zo'n financiële ding. Het is meer een leuk ding. Ik jam hier ook in mijn studio. Dan nodig mensen uit. Dan gaan we jammen. En we hebben met Mark, doe ik ook, met Jean, hebben we ook een bandje dat heet Vakru toe. En dan gaan we ook jammen. Gaan we gewoon lekker klooien. En af en toe nodigen we iemand uit. En dan gaan we daar ook mee jammen. Het is gewoon leuk. Het gaat ook om muziek maken. En of je dat dan in een club doet of op een festival, dat is eigenlijk... het gaat zuiver om muziek maken op het moment. De directe manier van muziek maken. Ja, en dan kan het zijn dat er uit zo'n jam ineens iets ontstaat, wat bij Dr. Jordan natuurlijk ook gebeurd is. Ja, ja, ja. Ja. Van een tijdelijke samenwerking en dat je ineens denkt, ja, dit is iets. Dat kan. Ja. Dat zou kunnen. Want hoe is dat bij Dr. Jordan gegaan? Nou, ik ken Mark via die. We spelen met Zoeko op het Wereldhavendag in Rotterdam. En toen hebben we met. Toen Nicole, die deed daar operazang met ons mee. En toen. Oh, Calypso, wat leuk. Oh, laten we een keer bij elkaar komen. Laten we een keer iets gaan bedenken. En toen zijn we aan de slag gegaan met liedjes te maken, eigenlijk gewoon. Met dat concept. Van ook Calypso, klassiek. Nou, laten we. Wat is daar te winnen? Een soort onderzoek eigenlijk. Ja. Persoonlijk onderzoek. Want daar werd op een gegeven moment, ik zag op de website zag ik een beschrijving staan die ik erg mooi vond. Heb ik ook